Spinoza groeit op in een traditioneel Joods milieu, maar kwam in 1656 al in conflict met de Joodse gemeenschap in verband met zijn radicale opvattingen. Hij maakt kennis met het werk van Erasmus, Hugo de Groot, maar is het meest beïnvloed door Erasmus. Spinoza schrijft in het Latijn. Ethica en Theologisch Politiek Traktaat zijn zijn bekendste werken. In het laatste werk houdt hij een pleidooi voor de intellectuele en godsdienstige vrijheid. En ironisch genoeg wordt dat boek, hoewel daar dus de vrijheid van meningsuiting bepleit wordt, verboden. De invloed van Spinoza is enorm. Goethe, Heine en Wordsworth werden bijvoorbeeld door hem beïnvloed. Maar ook in Nederland is zijn invloed groot geweest. Multatuli en ook iemand als Herman Gorter. Een roos voor Spinoza. Nadat de ervaring me geleerd had dat alles wat zoal te maken heeft met het sociale leven ijdel en onbetekenend is, en inziende dat geen van de voorwerpen van mijn vrezen intrinsiek goed of slecht zijn, behalve in zoverre de geest erdoor aangedaan wordt, heb ik tenslotte besloten te onderzoeken of er enig echt goed is dat het vermogen bezit zichzelf mee te delen, wat alleen met uitsluiting van al het andere de geest zou beroeren. Of dat er iets is waarvan ontdekking en verwerving mij in staat zou stellen voortdurend opperst en oneindig geluk te genieten.